laatst allemaal lastige video's over mij. En ja, er moet actie ondernomen worden. Ja, wat zeg jij hiervan? En jij? En jij? Haha, zeg maar wat. Volgens mij je stem. En jij? Er was wat voor René. Die zou daar naartoe gaan en er bleef niks over. Letterlijk en figuurlijk. Als je daar René naartoe stuurt. En die gaat... Ja. René en Michel, ja, dat is wel de ideale combinatie. Ja, Michel is een goed getrainde cagefighter. Hij doet het wel al een paar jaar niet meer. Maar die heeft veel van achter neergeslagen. Ja, dat was ook zijn werk, hè. En ondanks dat hij geen uitsmijter meer is, wordt hij toch nog gevraagd als het druk is. Met zijn leeftijd en omdat hij nog goed traint, kan hij nog menig jongeren, kan hij nog goed aan. Want kijk eens, die twee zonen van hem, die doen hetzelfde werk. En jij wilt dat ook doen. Wie zegt, er komt ook flink opgefokte lui komt daar aan de deur staan. Er zijn erbij, die zijn klein en tenger. Die zijn onder invloed van alcohol en drugs, die zijn zo gek als wat. Zelfs als kerel van 2 meter en getraind heb je moeite om die neer te krijgen. Hij zegt, daar moet je op in blijven beuken, rammen. Geen seconde stoppen, blijven rammen, tot ze volledig bewusteloos zijn. Geen gepraat, direct erop losslaan. Ja, het was ook heel veel trainen. Ja, hij staat tegen betonnen muren op. Zo'n kampioen, ja. Maar hij heeft ook eelt op zijn vuisten. Ja. Zelfs René heeft respect voor hem. Want hoe vaak gaat René naar hem toe? Ja, dat heeft niet alleen met het voedsel te maken. Maar hun daar, die kijken erg tegen hem op. Jij hebt altijd opgekeken tegen René, omdat hij zo sterk was. Ja, dat moet je me zeggen.